Venom heeft de ouders van Peter Parker ontvoerd. Zagen we in het vorige deel. En hier gaat het dus weer verder. En hij gaat naar een soort pretpark waar hij zich schuilhoudt. En dan blijkt dat hij de ouders dus helemaal niet heeft ontvoerd om ze te vermoorden, maar juist om ze te beschermen tegen Spider-Man. En dan komt hij erachter dat ze nog niet weten dat Peter Parker Spider-Man is. Nou, dat wil hij niet voor ze spoileren, want hij denkt dus dat het zijn hart zal breken. Want Venom denkt nog steeds dat Spider-Man de bad guy is, zoals je weet. Nou, ik sla een stukje over, maar Peter komt erachter dat Venom ooit getrouwd was met deze dame. En, of Eddie Brock eigenlijk was getrouwd met haar. En dan probeert hij informatie van haar te achterhalen die misschien niet in de dossiers staan, zodat hij kan uitvogelen waar zijn ouders gevangen worden gehouden. En dan heeft ze het dus over dat pretpark waar hij graag naartoe ging. Een soort jeugdherinnering. Dus Peter denkt, oh, dat is verbonden aan zijn jeugd en zijn moeilijke relatie met zijn vader die hij had. Dus misschien vind ik ze daar. En dan, natuurlijk zitten ze daar, want dat weten jij en ik al. En dan krijgen we dit. Moet je kijken hoe gaaf dit eruit ziet. Venom die dan Spider-Man betrapt daar. En dat die soort, ja, soort uniform aan heeft. Het ziet er ook gaaf uit hoor. En dan dit. En dan denkt hij, er staat iemand achter me en dat lijkt dan zijn ex te zijn. Nou, dat vindt hij wel leuk. En dan worden ze aangevallen door Power Pack, want die zijn weer ingehuurd door Jameson om Venom naar de Daily Bugle te krijgen. Want die denkt natuurlijk, er zit een verhaal in. En zo zag toen de Power Pack eruit van Silver Sable. Nou goed, dus dat wordt een flinke knokpartij met allerlei verschillende personages. Ik ga je niet alles laten zien, want dat moet je zelf maar lezen. En Lance Bannon doet ook weer mee. Dat vind ik dan ook leuk. Die continuïteit in comics, dat is de concurrent van Peter. Ja, die mag dan de foto's maken van Jameson. Lance gaat al heel lang mee. Nou ja, de ouders van Peter Parker zijn ontsnapt, maar de boel vliegt in de fik hier. En dan redt Venom en redt de ouders van Peter. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, want zij zijn in zijn ogen onschuldiger. Kijk, hier lijkt Venom heel erg op die van McFarlane weer, vind ik. De oude McFarlane-stijl die Venom natuurlijk bedacht heeft samen met David Michelinie. En McFarlane heeft Venom vorm gegeven. Nou, dat is heel bijzonder. Dat is een leuke twist in het verhaal. En uiteindelijk zijn Peter en Venom weer met elkaar aan het vechten. Vertel ik je niks nieuws mee. Maar dan loopt de ex van Venom gevaar, want het een van die attracties, die is naar de kloten en die valt om. En Eddie probeert haar te redden, maar hij is niet sterk genoeg. En dan helpt Spidey natuurlijk twee handjes mee. Want Spider-Man is een held, wat Venom ook mag denken. En omdat zijn vrouw hem erop wijst dat Spider-Man dus haar gered heeft, en dat hij onschuldig redt, komt Venom tot de conclusie dat als hij Spider-Man zou vermoorden, dus als we hem vermoorden, gaan alle onschuldigen die hij nog kan redden dood. Hij ziet dat Spider-Man opeens ook een beetje is zoals hij. En dan besluiten ze een deal. Hij stelt een deal voor. Ik laat jou met rust, jij laat mij met rust. Nou, Spidey denkt, oké.
kan het niet laten om toch nog een spinnenzendertje naar hem toe te sturen. Maar die wordt natuurlijk vernietigd. En Venom gaat dan naar San Francisco en dan krijgen we de miniserie Lethal Protector. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En dan is dus eigenlijk Spider-Man versus Venom op dit moment, ja, is dat klaar? Dat is wel interessant. Dat is een mooie verandering van de status quo. En dat hebben we te danken aan Mark Bagley en David Michelinie. Die toch een hele mooie strip hebben gemaakt weer. Ik ga er even bij zitten. Waar ik erg van genoten heb toen ik dat vanavond zat te lezen. En gewoon goede shots, weet je. Moet je kijken naar dit bijvoorbeeld. Hoe die Venom gewoon dat monsterachtelijke uiterlijk meegeeft. Brute spieren. Het is ook bijna niet normaal om moeilijk, bijna niet te doen om hem te verslaan. Maar ja, Spider-Man kan niet moorden. Dus dat is wel een probleem. Dus nee, dat ziet er prachtig uit. Met een mooie conclusie. Dus er is iets veranderd aan de situatie tussen Peter en Spider-Man. Tussen Peter en Spider-Man. Tussen Eddie Brock en Spider-Man. Tja, natuurlijk zal dat niet zo lang blijven. Net zo goed als dat je weet, die ouders van Spider-Man zijn ook een verandering van de status quo. En daar bedoel ik mee, die waren jarenlang, werden die doodgewaand, die zijn dan weer terug. Je weet gewoon als lezer, dat is geen zuivere koffie. Daar moet iets mee aan de hand zijn. Maar dat krijgen we later dan natuurlijk wel te zien en te lezen. Anyway, zomaar eventjes 2 vlogs over Spider-Man. Zou je niks verbazen, daar heb ik iets mee. En het is dus onwijs leuk, zoals ik in de vorige vlog al zei, om deze oude Marvel Comics, vertaald door Junior Press en uitgegeven door Junior Press, ja, te lezen. Het is echt een genot. Ik geniet hier heel erg van. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende.